paasgroet. Een paasgroet voor u allen. In plaats van een paasbrunch, wat we eigenlijk op het programma hadden staan, waardoor de omstandigheden nu niet door kan gaan. Heel erg welkom. Onze muziektherapeuten en de geestelijke verzorger, die hadden samen gedacht, omdat we hier een groot aanzien hebben, om toch op gepaste afstand naar een paasgroet te luisteren. Ik wou graag een gedicht voorlezen. Pasen. Een lang weekend mogen we dit vieren, ieder op zijn eigen manier. Overdenkingen zijn er zeker. Met Pasen wordt de opstanding van Jezus Christus gevierd. Pasen is voor iedereen. Verbinding tussen mensen geeft een goed gevoel. Helaas worden er te veel mensen vergeten, liefde en vertrouwen geven. Dat is waar het om draait. Met Pasen mag je opnieuw beginnen. Ga liefdevol met elkaar om en geef aandacht aan elkaar. Het maakt de wereld een beetje mooier, echt waar.
mensen. Het zijn ongewone omstandigheden. Zoiets als deze coronapandemie hebben wij nog nooit meegemaakt. Het heeft ons allemaal in de greep. Niet alleen de corona zelf, maar zeker ook de maatregelen die zijn genomen om de corona tegen te gaan. En die zijn zwaar. We zuchten onder de maatregelen. Onze familie geen knuffel kunnen geven voor langere tijd, afschuwelijk. Het appartement nauwelijks afmogen. En ook voor jullie collega's is het een lastige tijd. Je ziet dat de bewoners eronder lijden en je mag en kan niet dat doen wat je eigenlijk zou willen. En daarbij komt soms ook nog de zorg voor kwetsbare familie thuis. En het enige wat dan overblijft is doorgaan, doorbijten. Die bittere pil maar slikken iedere keer. En voor hoe lang? We moeten oppassen dat we niet als het ware leeglopen. Dat we maar doorgaan, door moeten, verstand op nul, blik op oneindig. En dat onze energie zo opraakt. Dan dreigt straks de uitputting en de somberheid. En dat er straks aan het andere eind van deze tunnel meer slachtoffers zijn gevallen dan door de corona. En u bewoners, u weet vaak zo goed wat doorzetten is. U heeft vaak al langer te maken met omstandigheden die moeilijk zijn. Maar soms kan dit echt de druppel zijn. Lieve mensen, we lijden onder de omstandigheden, maar we zijn de omstandigheden niet. Dit is Pasen. Het feest van de opstanding. Het feest waar we vieren dat dat wat ons overkomt niet het laatste woord heeft. Met Pasen realiseren we ons dat het ook weer licht wordt aan het einde van de tunnel. En niet alleen dan, maar ook nu al. Dat het licht ook al nu in onszelf zit. In ons allemaal zit er namelijk een kern. En die is waardevoller, unieker en mooier dan lijkt in het licht van deze omstandigheden. Zo zijn wij echt. Zo zijn wij bedoeld. En hierom mogen we juist met Pasen opademen. Even stilstaan en de lucht in ons laten stromen. Even contact met onszelf. En zo weer voelen dat we leven. Dat we nog steeds onszelf zijn. Dat is ook loslaten. We doen wat we kunnen. Niet meer. Genoeg is goed. Zo zorgen we dat we in onszelf ruimte houden om het werk met aandacht te doen. Aandacht voor onszelf, aandacht voor de bewoners en aandacht voor elkaar. En we zijn samen. Het is normaal en ook goed om af en toe even ons hart te luchten. Dat is niet raar of zwak, dat is oké. Het is mooi dat we ook wat dat betreft van elkaar op aankunnen. Ondanks alles groeit ook de saamhorigheid. Lieve mensen, Pasen 2020 zal ons nog lang heugen. Maar juist nu weten we dat al deze waardevolle mensen deze omstandigheden het hoofd kunnen bieden. Zoals Catharina Visser het in haar gedicht zo mooi verwoordt. Wij weten dat allen op aarde één zijn en dat geen lot ons breken kan, omdat wij gronden in de echte liefde. Ik wens u allemaal een heel goed en gezegende Pasen toe.
We zijn alweer bijna aan het einde gekomen van deze mini-paasviering. En we sluiten af met de slotwens. Mogen wij voor elkaar een zegen zijn bij alles wat ons te doen staat. Alles wat we beleven mogen. Alles wat ons overkomt. Mogen wij voor elkaar een zegen zijn in het leven dat we samen delen. Zo kwetsbaar als het is. Dan zal de zon ons zegenen met haar milde stralen. Zij zal ons hart verwarmen en licht maken op onze wegen. Zij zal een regenboog spannen aan onze horizon. Thank you.
nooit geweest ben. Mag ik dan bij jou, mag ik dan bij jou schuilen, als het nergens anders kan. En als ik te huilen, vroeg jij me dan, want als ik bij jou mag, mag jij altijd bij mij. Kom wanneer je wilt, kom naar voren. Als het op je komt en als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? En als de avond valt en het is tijd donker, mag ik dan bij jou? En als de lente komt, als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? En als de liefde komt en ik weet het zeker, mag ik dan bij jou? Deze bizarre periode waar we met elkaar in zitten. Toch hele mooie dagen geweest. Veel liefst van onze muziektherapeuten. Paasgroet. Ik hoop dat u toch op deze manier een klein beetje genoten heeft. Anders doen we altijd een paasbrunch. Nou, u krijgt straks wel een heerlijke maaltijd geserveerd op uw eigen appartement. Ik hoop dat u daar ook van geniet. En ik wil nog heel even bedanken onze muziektherapeuten Harriet. Mag ik een applausje voor de organisatie van Heuken. Dank jullie wel.